Now we have our next talks. First it's Jostein van Steenburg talking about rats save human lives. Van harte welkom op onze laatste sessie talks. En die eerste talk van die laatste sessie wordt gegeven door Jostein van Steenbergen. En het gaat over de ratten die kunnen mensenlevens redden. Geef Jostein een applaus. Dank u. Goedenavond iedereen. Ik ga u een verhaaltje vertellen dat uniek ter wereld is. En ik doe dat graag voor dit unieke gezelschap hier vanavond. Als we spreken over ratten, waarom denken jullie dan? Viezigheid, vuiligheid, wat nog? Wat? Ziekte, vuiligheid, onbetrouwbaarheid. Kaas. Wat nog? Aan andere beesten. Ratten zijn vieze beesten. Maar ik ga u vandaag een ander verhaal vertellen. En dat verhaal gaat over een student van mij. Dat was een student, 10 jaar geleden, die een werkje moest maken voor zijn professor. Over de vraag, hoe kunt je best landmijnen ontdekken? Je weet wat landmijnen zijn? Ja. Antipersoonsmijnen, als je daarop trapt, dan ontploft je en dan verliest je ofwel 2 benen ofwel heel je leven. Landmijnen. Wat betekent dat, landmijnen? Landmijnen, mines. Dangerous objects, mines. In the war. In heel de wereld liggen 50 miljoen landmijnen. 50 miljoen. In 66 verschillende landen. Er zijn duizenden mensen die sterven door landmijnen. En die student moest iets zoeken om landmijnen te detecteren. En die student had vroeger, toen hij klein was, ook nog jonger dan jullie leeftijd, thuis hamsters en muizen gekweekt. Tot grote wanhoop van zijn mama. Maar hij hield van muizen en ratten en hamsters. En in zijn werk schreef de student, de beste manier om mijnen te detecteren is ratten. Met ratten kunt je mensenlevens redden. Die student schreef daar een werkje over, vroeg hulp van professoren. En 10 jaar geleden zijn wij gestart hier in Antwerpen met Apopo. Landmijnen ontdekken met ratten. Ratten, rats, save human lives. Ratten kunnen ontzettend goed ruiken. Die ruiken alles. Als je een rat ziet lopen, voortdurend met haar neus tegen de grond, overal zoeken en ruiken. Een rat ruikt alles. Honderden keren beter dan mensen of andere beesten. En wij trainen ratten. In Afrika. Tanzania. Angola. Mozambique. Die student heeft samen met professoren een organisatie ontwikkeld die landmijnen ontdekt. We hebben al 2000 landmijnen onschadelijk gemaakt. Miljoenen vierkante meter mijnen vrijgemaakt in Afrika. Duizenden mensen gered. We hebben levens aan mensen teruggegeven. We hebben land vrijgemaakt. Als u land niet kunt gebruiken om op te lopen, wegen, spoorwegen, landbouwgrond, moet vrij van mijnen zijn, dan kan de economie en de gemeenschap terug zich ontwikkelen. Dat doen wij met ratten. Waarom ratten? Ratten zijn heel eenvoudige dieren. Gemakkelijk te kweken. Gemakkelijk op te leiden, te trainen. Ze zijn zeer licht. Een dikke, vette rat kan hoogstens 1,5 kilo wegen. Die mag op een mijn gaan zitten, die ontploft niet. Een hond wel. Een hond heeft maar 1 meester. Die gaat altijd mee met dezelfde meester. Een rat gaat mee met iedereen. Kent geen baas. Ze zijn ook goedkoop. Ze zijn efficiënt. Zeer efficiënt. We hebben nog nooit een mijn gemist. En we hebben nog nooit een ongeval gehad met een rat. Ratten
gaan mensen helpen. En ratten ruiken alles. We zijn in Tanzania begonnen met een ander project. Ratten ruiken ook ziekten. TBC, longontsteking. 20 miljoen mensen per jaar sterven aan TBC. In heel de wereld. Ratten kunnen ruiken of iemand ziek is. Zij ruiken alles. Niet alleen veiligheid, maar ook gevaarlijke dingen. En we hebben projecten waar met TB. Ik zou u heel de website kunnen tonen, maar dan moet je maar thuis een keer zien of het, als je dat interessant vindt. Ratten kunnen iemand zeggen of die ziek is of niet. En we doen dat heel eenvoudig. De mensen spuwen een beetje speeksel in een klein potje. De rat ruikt aan dat speeksel en zegt of er TB is of niet. Wij mensen kunnen ook TB ruiken. Ja? De rat, ja, goede vraag. Die rat doet een teken. Als de rat rondloopt op de grond en ze moet mijnen zoeken, dan begint ze te krabben in de grond als er een mijn ligt. En dan gaan andere mensen die mijn ontmijnen. Als het TB is, ziekte ruiken, wij geven duizenden potjes aan de rat. Allemaal kleine potjes met speeksel van mensen in. En de rat loopt daarover en stopt als ze iets ruikt. En krabt met haar pootje. En dan krijgt ze eten, ze wordt beloond. Wij doen met ratten op 7 minuten wat een mens een hele dag doet. Met ziektes ontdekken, in een laboratorium. Normaal doet je dat met microscopie en met laboratoria. En mensen zitten daar te kijken of iemand ziek is of niet aan spoedsel, speeksel. Een rat ruikt en weet het onmiddellijk. Ze zijn veel goedkoper, veel sneller, veel efficiënter, veel beter. En u moet weten... Als iemand ziek is en die weet het niet, dan besmet die persoon per jaar 15 andere mensen. Als je een longontsteking hebt, dan besmet je 15 andere mensen per jaar. Dus hoe vroeger dat u kunt weten of u ziek bent, hoe beter voor de gezondheid. Ratten ruiken alles. En het is een heel lang verhaal, maar nu zijn we bezig met andere geuren, drugs, wapens, mensen. Als je een stukje lucht uit een container neemt, dan kan de rat ruiken of daar mensen in zitten. Een rat ruikt ongeveer alles. Tabak, sigarettensmokkel enzovoort. Dus we gaan proberen om die ratten zoveel mogelijk in te zetten. We hebben op dit moment 300 ratten die werken. Er zijn 200 mensen die daarbij betrokken zijn. Dus we hebben een heel groot project. Kost veel geld. Het is heel interessant. Maar het is uniek ter wereld. Hoe komt dat? Er is een student geweest die zijn idee gerealiseerd heeft